Ja, hoi mensen, vandaag weer een nieuwe Judith versus Anouk. Yay! 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 Zijn Yay. we er echt zo blij mee? Nee, het is niet echt een leuke vandaag. Ja, ja, op zich is hij wel interessant. Ik ga meteen even eerlijk zijn, ik heb het niet zelf bedacht. Ik heb het van Fenna en Daphne, dit idee. Wie in een kwartiertijd het meeste jorvisjes kan verdienen. Wij hebben wel iets andere regels. Wij mogen namelijk geen spullen verkopen. En dat was het. Je hebt gewoon een kwartier de tijd en je moet gewoon... Dat was het eigenlijk. Dus laten we maar gewoon zo snel mogelijk beginnen, toch Anouk? Alleen ik vind het wel jammer dat je niet dat je Blue Boy hebt gekozen. Ja, ik ga niet nu even een ander paard pakken. Ik heb gewoon Goldrunner gekozen. De straf van vandaag, Anouk. Wat is de straf van vandaag? Een paar naam van het paard veranderen. Niet van het paard waar je op zit. Je mag deze keer zelf kiezen welk paardnaam je mag veranderen. Want heel veel namen hebben we met best wel veel zorg uitgekozen. Dus welke paarden mag ik kiezen tussen bij jou, Anouk? Zo, dat kwam zo op uit. Oh my god, ik weet het niet meer. Was het niet Dream Song en... Ja, song Dream of zoiets. Peace Dream. Zoiets, ja. Daar mag ik uit kiezen. En Anouk mag me mee kiezen uit Strawberry Ninja. Dat is natuurlijk het lelijkste paard dat ik heb gekocht vorige aflevering. Of vorige aflevering, een paar afleveringen geleden. Of Orange Kiss, want dat vind ik ook niet echt een leuke naam. En dan mag Anouk kiezen welke naam het wordt, denk ik. Wel een leuke naam, oké? Okay? Ja. Ik heb wel wat leuke ideeën. Ja, oh, ik moet even laten zien hoeveel jorvisjes je nu hebt. Zeg het even hardop. Ik heb 336. Ik schrijf het even op in mijn schriftje, jongens, als ik een pen vind. Zal ik het even gewoon per cijfer doen? Ja, voor jou? Doe maar. 3007. Dus Anouk heeft meer jorvisjes. Kijk. Tadaa. Ik dacht eerst het is spiegelbeeld, maar dat maakt niet uit. Ja, je kunt toch geen starcoins verdienen? Nee, weet we maar nooit. Ik weet al waar ik naartoe timer, ga. Ik weet ook al waar ik naartoe ga. En de timer gaat over 5, 4, 3, 2, 1, start. Dus ik ga niet met de trailer. Op zich kan het wel met mijn starcoins. Oh, ja, ik ga met... Je kunt met de trailer gaan, Anouk. Het kan. Ik zit heel erg te twijfelen of ik het ga doen. Ik denk dat ik het wel ga doen. Want vanuit dat punt waar ik heen wil... ik ga niet zeggen waar ik heen wil. Kom je echt overal heel makkelijk. Kak. Oké. Okay. Oh ja, we hebben nu af en toe splitscreen, af en toe hetzelfde scherm. Allebei een andere scherm. Maar ik kreeg al terug dat jullie splitscreen de hele tijd fijner vonden. Maar mijn computer kan het niet aan. Ja, mijn laptop kan niet echt helemaal aan. Op zich snap ik het wel, maar niet helemaal. Als het goed is, is op donderdag hier namelijk. Yes! Oké. Okay. Ja! Dan ben ik heel nieuwsgierig. Dit herinner ik me nog van oude tijden. Even kijken. Oh, daar moeten we in. Oké. Okay. Welke is doorpaard? En weet je wat ook nog kan? Oh, vissen, Anouk. Zo, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, maar, want dat kost ook heel veel tijd. En ik weet ook niet uit mijn hoofd waar wat is, maar dat zou ik nog even op mijn telefoon op kunnen zoeken. Ik ben echt benieuwd waar jij bent. Oh my god, wat moet ik doen? Anouk heeft echt geen idee. Vissen, Anouk. Moet je even YouTube opzoeken waar je moet vissen? Ja, maar weet je hoe slecht daar ik in ben? Dan kun je wel iets van 100 jorviksings mee verdienen. Ja, nou hè, ik ben er super slecht in. Heb ik nou serieus met jorviksings het net zitten te betalen? Ik ook. Oh, ja. Wow, dat dik automatisch. Oh, wat, dat ook. Is wel slim, of fijn. Dat betekent niet dat de een meer heeft verdiend dan de ander. Oh, Anouk, echt waar. Je bent echt zo niet slim, want dit deden wij vroeger... Oh. Skype gaat weg. Ben je er nog, Anouk? Ja, Skype viel weg. Maar wat ik wou zeggen, echt heel dom dat je dit niet meer weet. Want dit deden we vroeger altijd bij papa. 'S Ochtends, voordat we naar school gingen. Op donderdag. Weet je het al? Muziek luisteren. Ja, ook. Oh, joh. Oké, okay, volgende. Ik denk dat ik toch wel aan het neigen ben naar vissen. Oh, ik word gevraagd waar ik een club wil. Nee, jongens, ik ga weer in Hyperhoofs als ik een keer tegelijk online ben met Daphne. Oh, waar verdien je nog meer veel? Jarlaheim. Oh. Ja. Ja, ik ga denk ik toch vissen. Kijken op YouTube. Jezus, man, ik moet niet zo rond gaan rennen. Ik kan dan beter even een race doen. Kijk jongens, ik heb mijn haar die ik de vorige keer, waarvan ik de vorige keer had verloren, heb ik omgedaan. Even kijken wat ik dan... Ik heb echt zo'n gevoel dat ik vandaag weer ga winnen. Ik heb op dit moment heb ik bijna alles... betaald. Hoeveel heb je al verdiend dan? Oh ja, dat weet je natuurlijk ook niet. Nee, ik ben nog bezig. Ach, god, dat is echt heel saai. Dit is wat je altijd oversloeg vroeger. Maar toen dacht ik doe het gewoon een keer. Dat ik goed ben voor de medemens hier in het dorp, stad. Ik had zo'n filmpje... We hebben nu nog
10 minuten, ja, 11. Afgerond 11. Waar zit hij? Jemig. Ik denk dat ik al weet waar jij bent. Waar dan? Mistval. Heel goed geraden. Maak je een grapje? Of heb ik het nee. goed geraden? Oh. Heb ik het goed geraden? Nee. waarom zou ik in Mistval? Ja, daar verdien je niet heel veel. Nee. Waar ik nu ben, yo. Oh, ik weet wel waar ik zo heen ga. Jeetje, wat ben ik toch weer stom aan het rondrennen. Want ik weet niet waar dit zit, wat ik moet vinden. Ah, ja, oké, okay, dit is niet heel veel. Hoeveel was het dan? Mag ik dat wel weten? 70. Voor 2 quests. Voor 2? In totaal 70? Ja. Dat is echt weinig voor wat ik net heb verdiend. Oh my god. Oké, okay. Bij jou veel? Let it be. 35. Ik weet het dus echt niet meer, hè? Even kijken hoeveel je meer... 30. Oh, 115. Ik had gewoon 115 Jorvisings kunnen verdienen. Waar doe jij dat? Ga ik niet zeggen. Oh, alsjeblieft, laat deze boot doorrijden. Ja, ik moet deze hebben voor de volgende waar ik heen wil. Oh, de boot kost wel heel veel tijd. Maar ja, volgens mij loop ik voor op geld op dit moment. Dus misschien. Ik heb trouwens denk ik niet erin gezet waar wie het meest geld verdient op het moment. Want ik kan niet rekenen. Nou Anouk, ik ben al een leuke naam aan het verzinnen hoor. Zou je toch dat je al wat leuke naam had? Ik ga de paarden toch verkopen, waarschijnlijk als ze die dingen moeten doen, dus. Nee, het is oprecht wel een leuke naam, hoor. Ja, maar het lijkt me wel leuk als we dan een paard gaan verkopen, want heel veel mensen willen dat we een paard gaan verkopen. Maar dat vinden wij toch best wel zonde. Dus we zijn een beetje aan het nadenken welk paard we dan zouden willen verkopen en zo. Het moet dan wel echt een heftige... Ja, het moet wel een heftig zijn, want eerst zei ik voor dit dan een paard laten verkopen, maar toen hadden we van nee. Ik denk dat dat ook meerdere afleveringen zijn waarvan je dan alles moet winnen. Ja. Yeah. We hebben trouwens echt vet veel opdrachten gekregen. Echt super erg bedankt voor. En heel veel straffen. We zoeken gewoon elke keer door de reacties van wat zullen we vandaag eens gaan doen. Ja. Maar heb jij dan nog gewoon een leuk idee of voor een straf, een opdracht? Let us know. Misschien hebben we er wat aan. Volgens mij verdien je hier ook wel wat Jorvik Zillings. Oh my god. Oh, ik dacht heel veel dat hij het ging halen, maar dat deed hij niet. Ik weet nog een keer dat ik hier helemaal vast stond. Toen kwam ik er niet meer uit. Dan heb ik echt een kwartier gelopen hier. En gelopen, probeert weg te komen. En toen wilde ik maar niet naar mijn homestable toe. Toen ben ik uiteindelijk op mijn homestable gekomen. Of ik had uitgelogd, dat weet ik niet meer. Heb jij quest? Nee. Oh my god, zo weinig. Kijk of dit niet te veel werkt. Waar haal je dat vele geld? Kan ik gewoon questen? Nee, quest is het niet. Ja, het kan wel, maar dat kost echt te veel tijd. Ja, ik heb quest staan hier namelijk. Mag dat? Ja, als je denkt dat je daar veel Jorvik Zillings mee verdient, moet je dat doen. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het twijfel. Ik let nooit op de Jorvik Zillings. Nee, je verdient meer met bepaalde dagelijks klusjes. Ja, ik ga het niet zeggen. Ik heb je al een hele duidelijke tip gegeven. Ja, ik ben vergeten. Oh, dit vind ik oké. Dit vind ik te veel werk. Het is wel jammer dat je niet meer iets weg kan klikken. Eerst kon dat. Ah nee, is dit een stomme quest met die kippen? Wat voor dikkie, daar ben ik echt slecht in. Nee. Oh, wat een irritant. Ja, dus de kipjes die weg zijn gelopen. Jeetje man, je verdient hier zo weinig waar ik nu ben. Ik ben hier helemaal heen gereden voor niks. Oh, gelukkig zijn de bloemen. Oh my god, ik dacht echt even van... Oh, je moet... Hé, hey, zijn er nieuwe Shires uitgekomen? Laat het zijn weten dat? In de reacties. Oh, mijn laptop. ik ga naar... Volgens mij verdien je hier wel wat. Oh, ik ga niet weer met Jorvik Zillings betalen. 6 minuten. Oké, ik ga dat nooit meer halen. Ja, misschien heb jij wel gewoon meer verdiend dan dat ik dat heb. Ben ik nou serieus naar de verkeerde gegaan? Jezus. Wat hou ik hiervan? Ik ging toch naar... Nou ja, het zal wel. Wat heb ik nu? Oh, ik weet gewoon niet waar ik heen moet. Er zijn er gewoon zoveel. Nou, dan gaan we maar naar... Ik heb weer met Jorvik Zillings betaald. Oh, ik ben zo dom. Oké, we gaan eventjes het makkelijk maken. Oh, ik denk eerlijk gezegd wel dat ik alles ga winnen nu. Omdat nee, je elke keer met... Oh my god. Snel, afstappen. Ja, goed zo. Oh my god, ik hoop echt dat ik dit ga halen. Ik wil echt niet nog meer Jorvik of Starcoins uit moeten geven. Anders moet ik echt binnenkort bij gaan kopen. En dat wil ik echt niet. We zijn poor, we zijn arm, hè Jut?
Ja, ik ben niet per se arm, maar... Nee, ben je... maak je een grapje? Moet je je eigen emmer daarvoor gebruiken? Als dat zo is, hè? Ik word echt gestrest, want dan... ik heb geen emmer bij me. Is dit een race? Waar moet ik helemaal naartoe rijden? Oh, dat end? Kan ik niet gewoon met de trailer? Ah, valt me heel ver, dus laat maar. Red door! Ik heb je nooit gemogen paard, kom op. Hup. Waar kun je jawel. Water vandaan halen? Het put. Ja, maar ik heb geen emmer. Is dat niet bij zo'n vrouwtje die allemaal eten verpatst? Kun je daar een emmer halen? Ja, daar ga ik toch geen geld aan uitgeven. Dan kan ik het beter besparen. Oké. Ja, ik heb hem niet bij me, dat is een beetje het probleem. Bij die oma. Ben je in Moordland? Nee. Waar ik ben, lijkt het heel Duits. Of Zwitsers of Oostenrijks. Hoe lang hebben we nog? 3 minuten, Anouk. Okay. Nee, dat ga ik niet doen. Voor zo weinig geld ga ik dat niet doen. Dag. Ja, ik heb echt al zoveel dingen aangeklikt en dan toch... Ja. Wat? Ik... Paard stappen. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk... Het ding is, bij ons hebben we ook niet echt iets wat je kunt doen op ons eiland. Ja, dan moet je best wel een stuk rijden. Dan hebben we nog maar 2 minuten, dus ik heb net de homestable gebeld. Wat echt heel dom was. Echt zo weinig. Waarom heb ik eigenlijk zo weinig? Oh my god. Ja, ik denk dat ik ook niet heel veel heb verdiend hoor. Want ik heb echt vet veel dingen aangeklikt. En ik ben daar heel veel... Als ik nou gewoon niet 2 keer de trailer had betaald van Jorvik Sillings... Oké, ik ga gewoon nog een keer even iets anders doen. Je hebt niet zo heel lang meer. Hoe lang? 1 minuut en 45 seconden. Dan red ik dit wel. Waarom eigenlijk... Oké. Straks dan heb je gewoon meer verdiend dan mij. Dan ben ik echt zo van... Ah, ik ga meer verdienen dan jou. Oh nee, oké. Paard, niet gek doen. 1 minuut en 15 seconden. Ik hoop zo echt dat ik nog 1 quest hier kan voltooien. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Hoorde je bouken lopen? Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, niet eens meer highscore gehaald. Oké, prima. Je bent wedstrijden aan het doen. Nou, op zich. Daar verdien je niet per se het meeste mee. Nee, weet ik. Ja, eigenlijk heb ik hier alles wel gedaan. Nee, eigenlijk niet, maar... Ik heb geen zin om verder wat te doen. Ik ga even ergens anders naartoe. Jij hebt een leuk setje aan. Nice. Oké. Waar moet ik heen? Kom op, snel. Ja, als ik daar ben, is waarschijnlijk de timer gegaan. Of dan moet ik weer kippen halen. Oh nee, dit gaat zoveel tijd kosten. Ja, dit ga ik dus ook niet meer halen. 9? Oh, als hij nou niet helemaal door zijn knieën hoeft te gaan. Echt waar, waarschijnlijk zitten mensen te kijken en die denken echt... Oh, wat zijn jullie dom. Je had gewoon dit en dit moeten doen. Ja. En echt van, wij zijn de noobs van nu, dus... Hoeveel krijg ik van jou? De timer gaat nog niet, Anouk. Jawel. Nee, niet. Ja, oké. Gaat de dingen nou wel... En de timer is gegaan. Oh, Judith. Oh, echt? Dan mag ik ook nog wat quests afmaken. Nee, nu naar je homestable. Ik heb al een minuut zo lopen rekken. God, echt. Judith, hoeveel was dat? Ja, dat was echt niks. Oké. Okay. Ik vind het heel spannend om te vertellen, maar ik zal eventjes uitrekenen... Ik sta er nu in. ...hoeveel ik heb verdiend. Waar was je eigenlijk deed het? Ja, echt van alles... Waar was je in het begin dan? Steve. Wat deed je daar? Ik heb 265 Jorvik Sillings verdiend. Ik heb 3202. Jij hebt meer. Dus... Ja! Je hebt het eindelijk na 3 keer gewonnen. Eindelijk heb ik een keer gewonnen. Wacht dan, heb ik de volgende verloren? Nee, ik mag kiezen. Ik wil Dream Songs en... Nee, maar ik weet niet hoe ze eruit zien. Ja, dat is zeg maar een vries en een gespikkeld paardje. Doe maar gespikkeld paard. Gespikkeld. Ja. Oh, trouwens, je moet wel eventjes... want dat paard is level 1. Het is zeg maar dat ongetrainde paard. Ja, we kunnen wel met de trailer naar Steve, denk Peace ik. Peace Dreamer is het. Ja? Ik wil wel zijn manen veranderen, though. Spacecake. Oh, ik wil echt... Als ik nog een keer een Noord-Zweeds paard ga kopen, dan wordt dat ook weer Spacecake.
Ik wil dat je hem... Volgens mij kun je hem... Stardust noemen. Dat is wel een leuke naam, toch? Mm-hmm. Stardust. Waar staat dat? Waar, ik zie helemaal geen T. Waar haal je de T vandaan? Star is een S. Oh. Oh, jongens. Dit is echt... A, B, C, D, E, F... F, G, H... I, J, K, L, M, N, O, P. Q. Naar de Q. Oh, ik was voor de Q daarboven. Oh ja. R bedoel ik. C. C. Hier, star. Ja, star. Dusk. Je kunt hem ook dusk. Drop top. En ook drop top. Smoking like a hot top of zo. Ik weet niet hoe dat liedje gaat. Heet hij zo nu? Ja. Stardust! Ik vind het echt een stuk leukere naam dan Space Dream. Ja, ik heb wat? Ook een paard die Stardust heet, volgens mij. Ik vind het wel een geinige naam. Oké, jongens. Ik denk dat dit een let's play was. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Ik ben weer bij de naam veranderen. Oké. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Abonneer op ons andere kanaal. Doe een belletje. Doe het belletje. Oh ja, zet het belletje aan, want dan weet je zeker dat je onze video's in je subscription box krijgt. Oh my god. En ik hoop je te zien bij de volgende video. Doeg! Doeg! Doeg!